Olaf en de koning van de elfen! Het stormde! Een zwerm meeuwen schoot door de lucht vlak onder de parelgrijze wolken. Ver onder hen beukten grote woeste golven tegen de steile rotsachtige kust van Noorwegen. Luid krijzend vlogen de meeuwen de fjord binnen. Ze streken in groepen neer op de rotsen in de buurt van hun nesten. Daar wachten hun altijd hongerige jongen met hun wijd open gesperde bekjes tot hun maagjes weer gevuld zouden worden. Kleine Olaf stond vol bewondering naar de vogels te kijken. Zijn moeder had hem al zo dikwijls verteld over de grote zeevogels die hoog in de rotsen woonden. En daarom had Olaf die ochtend besloten om de meeuw eens van dichtbij te gaan bekijken. Voor de zekerheid had hij maar niets tegen zijn moeder gezegd. Dan had ze hem misschien verboden om te gaan want de weg over de rotsen was erg gevaarlijk en het weer was erg slecht. Plotseling schrok Olaf. Zag hij daar tussen die zwerm zilverwitte meeuwen een grote schaduw? De meeuwen begonnen te krijzen en vlogen verschrikt uiteen. Even later zag Olaf dat die zwarte schaduw een reusachtige roofvogel was. Met een plof landde hij op de top van een grote rots. Hongerig keek hij om zich heen. Toen leek hij iets ontdekt te hebben. Olaf rilde van schrik en deed voorzichtig een paar stappen achteruit. Hij was bang en nieuwsgierig tegelijk, want hij wist bijna zeker dat hij iets afschuwelijks zou gaan meemaken. Even later spreidde de grote vogel zijn geweldige vleugels uit. Hij liet zich langzaam zakken naar een lager gelegen rots en sperde zijn scherpe snavel onheilspellend ver open. Toen zag Olaf dat de roofvogel van plan was om een nest jonge meeuwen te roven. Maar op hetzelfde ogenblik werd de roofvogel aangevallen door een zwerm krijzende meeuwen. Woedend vloog de vogel terug naar de top van de rots. Vandaar keek hij grimmig naar het nest onder hem. Terwijl de meeuwen klagelijk schreeuwden, vormden ze een kring om het nest. Maar de roofvogel leek helemaal niet van plan te zijn om zijn prooi op te geven. Hij had honger en hij hield veel van het zachte vlees van jonge meeuwen. Na een poosje sperde hij zijn enorme vleugels weer uit en viel het nest opnieuw aan. Het lukte hem niet om door de kring van meeuwen heen te dringen. Nog meer meeuwen kwamen te hulp en toen volgde er een verschrikkelijke strijd. Even hoorde Olaf niets anders dan angstaanjagend gekrijs en het klappen van vleugels. Veren vlogen in het rond en dodelijk gewonde meeuwen stortten langs de steile rotswand naar beneden. Olaf zag dat het een ongelijke strijd was. Hij vond dat hij iets moest doen, want de grote roofvogel was veel te sterk voor de meeuwen. Hoewel hij op zijn benen stond te trillen van angst, begon hij tegen de roofvogel te schreeuwen. Toen hij merkte dat schreeuwen niet hielp, begon hij stenen naar hem te gooien. Op een gegeven moment dacht hij dat hij de kop van het dier had geraakt. De roofvogel schreeuwde en Olaf zag een paar druppels bloed langs zijn kop naar beneden glijden. Toen werden zijn vleugels slap. Hij wankelde en stortte in de schuimende zee. Olaf keek de roofvogel na. Hij merkte helemaal niet dat de meeuwen in een kring om hem heen begonnen te vliegen. Pas toen hij hun gekrijs hoorde en hun vleugels, s'navels en zwarte poten vlak langs hem heen zag scheren, begreep hij dat de meeuwen hem wilden bedanken. Olaf raakte er helemaal van onder de indruk. Hij klapte in zijn handen, lachte naar de vogels, strekte zijn armen naar hen uit, danste in het rond en. ...merkte niet dat hij heel dicht bij de rand van de afgrond was gekomen. En toen verloor hij zijn evenwicht. Met een gil gleed Olaf over de rand en stortte naar beneden. Beurtelings zag hij de rotswand, de meeuwen en de parelgrijze lucht. En toen zag hij de zee, de woeste zee op zich afkomen. Gauw deed hij zijn ogen dicht. Toen Olaf zijn ogen weer opendeed, zag hij dat hij in een gouden bed lag tussen zijden lakens. Toen herinnerde hij zich alles weer. Was hij in het paradijs terechtgekomen? Maar als dat het paradijs was, dan vond hij het wel een raar paradijs. Het zag er wel mooi uit, maar heel anders dan hij zich het paradijs altijd had voorgesteld. Hij was in een hele grote grot, waarvan de wanden schitterden als goud. Boven zijn hoofd hingen grillig gevormde, doorschijnende druipschols. Die straalden een zacht, toverachtig licht uit, net als de ondergaande zon. De wanden van de grot hadden de vreemdste vormen en de prachtigste kleuren, en ze waren bezet met schitterende edelstenen. Verwonderd stapte Olaf uit het bed. Hij streek met zijn hand langs de wanden, raakte de edelstenen aan en probeerde de kleuren te tellen die hij zag. Hij kon maar niet genoeg krijgen van al dat moois wat hij om zich heen zag, tot hij ineens merkte dat hij helemaal alleen was, helemaal alleen in die wonderbaarlijke grot. Waar het zo verschrikkelijk stil was. Na een poosje hield hij het niet meer uit en begon te roepen. Niemand antwoordde. Hij schreeuwde nog eens en nog eens, maar hij hoorde helemaal niets. Zou ik dan tot op de bodem van de zee gevallen zijn? Maar daar is toch geen lucht? Hoe is het dan mogelijk dat ik hier toch ademhaal? En waar is het water? Olaf keek nog eens om zich heen en liep een stukje de grot in. Toen zag hij een straal licht. Hij holde er naartoe en zag dat het licht door een gewoon raam naar binnen scheen. Een heel gewoon raam, zoals bij zijn moeder thuis. En toen hij uit het raam keek, zag hij de zee. ''Maar ik ben toch in de zee gevallen? Hoe kan ik dan boven water zijn?'' vroeg Olaf zich af. Terwijl hij zich er suf over piekerde hoe zo iets mogelijk was, liep hij terug naar het gouden bed. En tot zijn allergrootste verbazing zag hij daar een oude vrouw opzitten. De oude vrouw was wel de wonderlijkste vrouw die hij in zijn leven had gezien. Ze had een blauw gezicht en groene handen en heel grote blauwgroene vleugels op haar rug. Olaf schrok zich een ongeluk. Haastig keek hij om zich heen of hij misschien een plekje zag waar hij zich kon verstoppen. Maar Olaf toch, zei de vrouw, je wilt je verstoppen voor mij? Weet je dan niet wie ik ben? Ik ben een elf van de fjord, ik woon hier. Je weet toch dat de elven de vrienden van de kinderen zijn en dat ze je helpen wanneer je in moeilijkheden bent? O, oh, zei Olaf zachtjes, neemt u me niet kwalijk, maar ik dacht dat elven er net zo uitzagen als kabouters, net zo klein, maar dan natuurlijk wel met een jurkje aan. Ben je geschrokken omdat je me lelijk vindt? vroeg de elf. O, oh, nee hoor, zei Olaf toen, want hij was helemaal niet meer bang. Nee hoor. Ik vind u juist heel mooi. Dan is het goed, zei de elf. Kom maar met me mee, dan zal ik je aan onze koning voorstellen. De elf stond op. Haar kleurige vleugels wiegden zachtjes heen en weer toen ze begon te lopen. Olaf liep achter haar aan. Ze liepen eerst door een lange gang en kwamen toen in een andere grot. Die was even groot als de eerste, maar nog veel mooier. In die grot waren nog meer elfen. Er waren grote elfen, kleine elfen, jonge elfen en oude elfen. En allemaal zaten ze in een kring rond een troon van kristal. Op de troon zat de koning van de elfen. Hij glimlachte naar Olaf en zei vriendelijk: Kleine Olaf, zo verbaasd hoef je nu ook weer niet te zijn. Ik geef toe dat er maar weinig mensenkinderen in mijn rijk zijn geweest. Ik zal je zeggen waarom jij hier bent. Jij hebt een nest jonge meeuwen gered uit de klauwen van een roofvogel. Als dat het enige was, en er verder niets met je was gebeurd, dan was je hier niet geweest. Maar omdat je door mijn goede daad in moeilijkheden kwam, hebben mijn elfen je gered. Ze hebben je uit de zee gehaald en hierheen gebracht. O, oh, zei Olaf, meer wist hij niet zo gauw te bedenken, want hij had alleen maar aandacht voor wat hij om zich heen zag. Eigenlijk dacht hij dat hij droomde, en daarom kneep hij zichzelf voor de zekerheid even in zijn arm. Toen besefte hij pas dat het allemaal heel echt was. En daar schrok hij zo van dat hij plotseling uitriep: Ik wil naar huis! Goed zo, zei de koning, een braaf kind denkt altijd aan zijn huis. En toen klapte de elfenkoning in zijn handen. Een blauwe elf stond op en haalde een kistje tevoorschijn. Daar pakte de koning een grote glanzende steen uit. Hij gaf hem aan Olaf en zei: Dit is een diamant, en jij mag hem hebben. Bewaar hem als herinnering aan de goede daad die je vandaag gedaan hebt. Toen klapte de koning weer in zijn handen. Achterin de grot ging een deur open. Olaf werd erheen gebracht door een paar elfen. Verschrikt bleef hij bij de deur staan, want hij zag geen weg waarover hij naar huis kon lopen, maar alleen een afgrond. Toen pakten de twee elfen hem bij zijn armen en vlogen met hem naar buiten. Daar zweefde Olaf door de blauwe lucht, net als de witte meeuwen. Op de rots waar hij vanaf was gevallen, zetten de elfen hem neer. Dag Olaf, tot ziens, zeiden de elfen. En toen waren ze verdwenen. Olaf kwam zijn huis binnenholle op het moment dat zijn moeder naar buiten liep om hem voor het middageten te roepen. Olaf vertelde haar niets over zijn avontuur en hij begroefde de diamant in een hoekje van de tuin. Jaren gingen voorbij. Olaf groeide op en dacht niet meer aan zijn avontuur met de elfen en aan de verborgen diamant. Op een dag gebeurde er iets verschrikkelijks in het dorp. Een groot stuk van de berg waarop het dorp was gebouwd stortte in. Huizen en akkers werden bedolven. Heel veel mensen werden gewond en grote kudden vee gingen verloren. De dorpelingen waren ontroostbaar. Maar het allerergste was wel dat er bijna geen eten meer was in het dorp. Iedereen leed honger. En daarom besloot Olaf het dorp te verlaten en voorlopig in een ander dorp te gaan werken. Zijn moeder besloot met hem mee te gaan. Ze vroeg aan Olaf of hij hun dierbaarste herinneringen zo lang in een kistje in de tuin wilde begraven. Olaf pakte een schop en liep de tuin in. Hij stak de schep in de grond en op hetzelfde moment zag hij iets glinsteren. Het was de diamant die de koning van de elfen hem jaren geleden had gegeven. Moeder, moeder, we zijn rijk! riep Olaf overgelukkig. Olaf reisde meteen met de diamant naar de koning van Noorwegen. En vroeg hem of hij de diamant wilde kopen. En dat wilde de koning wel. Hij gaf er zelf zoveel zakken goud voor dat het hele dorp opgebouwd kon worden. Na een jaar was het dorp herbouwd. Er werd muziek gemaakt en gedanst. En iedereen had zijn vlag uitgestoken. Midden op het dorpsplein was een enorme tafel gedekt. Aan het hoofd daarvan zat Olaf, want hij was de burgemeester van het dorp geworden.